Sliedrecht bestaat 950 jaar. Op vrijdag 2 mei werd in de Grote Kerk in het centrum van Sliedrecht de aftrap voor de feestelijkheden gegeven. Het was een bijzondere bijeenkomst voor alle inwoners die in het teken staat van het ontstaan van de nederzetting in de 11e eeuw. Kijkt u mee naar een samenvatting. Buitengewoon van harte welkom op deze bijzondere avond, deze bijzondere dag, waarop het 950 jaar geleden is dat voor het eerst Sliedrecht in een document werd genoemd. Dames en heren, jongens en meisjes, Sliedrechters, welkom bij een historisch moment. Vandaag, vrijdag 2 mei in 2014, is het precies 950 jaar geleden dat in een oorkonde uit 1064 de naam Sliedrecht voor het eerst gebruikt werd. En dat is voor Sliedrecht een aanleiding om een jaar lang feestelijk stil te staan bij dit jubileum. Het is niet alleen ondoenlijk om uitvoerig u mee te nemen deze geschiedenis in. Er zijn ook mensen die dat veel beter kunnen dan ik. En deze schone taak laat ik ook graag aan anderen over. En hoewel ik zelf slechts kort deel uitmaak van de geschiedenis van Sliedrecht, was ik al snel onder de indruk van de Sliedrechters en van de geschiedenis van dit dorp. Die laat zich als het ware lezen als een jongensboek. En voor mij zelfs in letterlijke zin, omdat ik in mijn voorbereiding voor mijn installatie begonnen ben met het lezen van het boek van Norel, De Mannen van Sliedrecht. Het verhaal wat u waarschijnlijk allemaal wel kent over Jan Baan die uitgroeide tot de baggermagnaat en Dirk Punt die als kok op een stoombaggerschip de hele wereld overbaggerde. En alle aanwezigen vandaag en alle bezoekers van de feestelijkheden wens ik een heel gezellig jubileumjaar. Het zou me daarin niet verbazen dat ook u nieuwe en verrassende dimensies aan het Sliedrechterschap en aan de karakters van ons dorp, dat u die leert kennen. Vooral mooie feiten. Ik wens u een heel mooi jaar toe. Dank u wel. U hoort zometeen ook weer de twee draailieren. Dat is een van de weinige middeleeuwse instrumenten die van Europese oorsprong, ja misschien wel Sliedrechtse oorsprong zijn. Maar ja, intussen vonden we toen ook al wat we van ver haalden heel interessant. En de spantrommel van Paulien is er zo eentje. De lijsttrom van mij is ook uit het Verre Oosten meegenomen. En zo halen we als speellieden overal wel wat vandaan. Het stuk dat we nu gaan spelen is het Palestina-lied van Walter von der Vogelweide. Een lied dat gezongen is bij een reis richting Jeruzalem. Thank you.
Niederboos onrein vilijn, droef die willes din kompijn. Neemt wie in uw bedwang, lag mijn licht hersen zien bijeen. Zonderloos bevang, aan uw wette vogelklein, die naam is zoet en berein. Zo is die edelzang, daar dienst u met de heren alleen, te loven ons zielen dan. In de tweede helft van de jaren 50 zat ik op de zondagschool aan de Tolsteeg. Elk jaar vierden we met alle andere zondagscholen kerst hier in de grote kerk. Ons schooltje zat dan daar, onder de galerij, in de bruin gebeitste banken. En wij zongen ingestudeerde kerstliederen en luisterden ademloos naar het kerstverhaal. Dat werd afwisselend voorgelezen door Henk de Jong... of door onze buurman bakker Alblas. En zij stonden hier. Ik kon toen niet vermoeden dat ik bijna 60 jaar later op diezelfde plek het jubileumjaar van Sliedrecht 59 in zou luiden. Dat krijg je ervan als je inmiddels historicus bent. Dus alles in die 200 jaar tussen 1000 en 1200 wat er over Sliedrecht bekend is. En die naam komt er dus maar twee keer in voor. En dan is een van die bronnen nog vals ook. Lips heeft die vervalsing niet zelf ontdekt. Die was al sinds 1909 bekend. Dr. Otto Oppermann was een geniale Duitse geleerde die nogal met de Nederlandse geschiedenis bezig was. Hij werd op de duur ook professor aan de Universiteit van Utrecht. Hij ging als een stoomwals door de middeleeuwen heen om de toen algemeen aanvaarde bronnen te controleren op hun echtheid. En hij vond honderden vervalsingen. Dit was echt de enige niet. Ze zijn later nog wel wat teruggedraaid, want op de duur was hij zo paranoïde dat hij overal vervalsingen kon zien. Maar op een bepaald moment, deze was echt. Echt vals. Over deze was geen twijfel mogelijk. Hij heeft ook onderzoek gepubliceerd in het West-Duitse Zeitschrift für Geschichte und Kunst. Ziet u daar de titelpagina daarvan? Hij somde niet minder dan 13 bewijzen op waarom het stuk vals was. Daar kon niemand omheen. Lips zat er trouwens met die schatting van rond 1140 niet erg veel naast. Diverse onderzoekers hebben sinds 1909 gezegd van zoals tussen 1120 en 1160. Pas in 1997 is bekend geworden dat hij van circa 1146 moest zijn. Precies dat jaartal. Men ging op een bepaalde route langs en je weet, op een bepaald moment kom je langs Sliedrecht en daarna kan je bij Godekinds Hofstede. Ten tweede uit het feit dat in de 13e eeuw aan de overkant van de Merwe de over Sliedrecht lag. Dus aan de overkant van het oorspronkelijke Sliedrecht, anders zou het niet zo heten. En ten derde blijkt dat later dat de ambachten ten noorden en ten zuiden van de rivier in verschillend bezit zijn. Daar zie je de ambachten. En die worden ook duidelijk aangegeven waar wat lag. En ten vierde, pas na 1421, als Sliedrecht-Zuid verdronken is, wordt over Sliedrecht Sliedrecht genoemd. Maar ons Sliedrecht dan, was dat ook al zo oud? Ja. Ongelukkig. Historische geografen hebben aangetoond dat beide oevers van de Merwede tegelijk ontgonnen zijn. Dus ergens rond 1040-1050. In 1105 lagen Papendrecht en Haringsveld er al. Wat ertussen lag wordt jammer genoeg niet genoemd. Maar je laat de ontginning niet onbewoond of ongebruikt. Dus daar moet ook een boerderij gestaan hebben.
En misschien stond er zelfs al wel een kerkje. Rond 1040-50 worden beide Merwe-oevers ontgonnen. De bisschop zegt dat in 1064 onder andere Sliedrecht aan de zuidoever van de Merwede van hem was. In 1105 heeft de kerk van Sliedrecht al een dochterkerk in een ontginning even verderop. Dan moet die kerk dus al zo'n generatie of misschien nog wel meer bestaan hebben voordat ze een dochter kon hebben. Dat de bisschop pas in 1146 Sliedrecht noemt, maakt niet uit. Hij beschrijft dan een situatie die in 1064 bestaan heeft. En Sliedrecht is zeker zo oud als Dordrecht. Dus er is zeker wat te vieren dit jaar. Ik eindig dus, en hier kom ik Huib Kraaiveld tegemoet. Ik heb gezeten, hè? Dames en heren, deze avond is u aangeboden door een aantal vrijwilligers. Mensen die gewoon belangeloos bezig zijn om er iets moois van te maken dit komende jaar. En we hopen dat in Sliedrecht er zoveel mogelijk mensen op een spontane wijze aan willen gaan meedoen. Wij danken u bijzonder voor uw komst hier vanavond en we hopen u nog vaak onder bijzondere omstandigheden in dit goede dorp aan te treffen. Dank u wel.